bij deze nieuwe video. Ik weet niet wat er allemaal achter mij buiten gebeurt, maar er is allemaal geboor en allemaal geluid en shit. Dus ik hoop dat het niet te irritant gaat zijn in deze video. Je kunt dan misschien denken van ja, maak het dan op een andere tijd als dat geluid er niet is. Maar ik heb niet veel tijd om mijn video's te maken. Ik werk ook gewoon 40 uur. Ik moet echt hier en daar tijd vinden om een video te maken. En als ik tijd heb, moet ik die ook echt pakken, anders komt er geen video. Nou, vandaag weer een leuke video. Vandaag ga ik het hebben over mijn beste betaalbare oogschaduwpaletjes. Dit is mij gevraagd door een van jullie. Ik weet niet meer wie, maar iemand had het in ieder geval gevraagd. Maar ik krijg vaker vragen over oogschaduwpaletjes en zo. En aangezien iedereen houdt van betaalbaar, dacht ik, ik maak gewoon een video over mijn beste betaalbare oogschaduwpaletjes. Dus ik heb er hier een aantal liggen waar ik het even over wil gaan hebben. Dus vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel door met de video. Mocht je nou benieuwd zijn naar wat ik op mijn lippen heb, ook dat is heel betaalbaar. Ik heb deze liquid lipstick op van Ethos gewoon. En dit is in de kleur, ik zie weer geen kleur staan. Oh, Butterscotch. Butterscotch Liquid Lipstick. Hij is echt heel erg mat. Nou, zoals veel van jullie misschien al weten, ik hou echt van oogschaduwpaletjes. Ik vind mijn ogen doen het leukste van mijn hele make-up look. Ik hou ook echt van paletjes, omdat ik niet echt hou van losse oogschaduwen. Omdat ik dan allemaal kleuren bij elkaar moet zoeken en dat soort dingen. Ik heb daar echt geen zin in. Ik wil altijd gewoon een paletje hebben waar gewoon alle kleuren in zitten. Waarmee ik gewoon een hele look kan maken en het liefst ook nog eens meerdere looks, hangt er vanaf hoe groot het paletje is. Dus ik heb hier een aantal betaalbare die ik gewoon echt super geschikt vind voor heel veel verschillende make-up looks. Zou je nou ook willen dat ik zo'n soort video doe met mijn dure oogschaduwpaletjes? Laat me dat dan gewoon vooral ook even weten onder deze video. En die maak ik dan ook echt met plezier. Oké, het eerste paletje waar ik het over ga hebben is een van de duurdere die ik hier heb liggen. En dat is de NYX Ultimate Eyeshadow Palette. En dan de Brights. Want je hebt ook eentje die meer alledaags is met wat meer bruine kleur. Maar dit is dus de felle. Deze is 18 euro. Is niet heel goedkoop, maar NYX is wel een budgetmerk. Zoals je kunt zien, echt elke felle kleur die je maar kunt wensen zit in dit paletje. Het is ook allemaal mat. Voor elke felle ooglook die ik maak gebruik ik altijd dit paletje. Ze blenden ook fijn. Zelfs de wat moeilijkere kleuren zoals paars en blauw blenden ook gewoon fijn. Er komt veel pigmentatie vanaf. Ik vind dit echt de ideale basis palet voor heftige make-up looks. Dus mocht je nog op zoek zijn naar zo'n soort paletje voor toch wel enigszins betaalbare prijs, dan is deze zeker ideaal voor jou. Ik zal er ook een paar hier op mijn hand swatchen. Deze is dus meer rood. Ik zal ook de blauwe ernaast doen. Kijk, zoals je kunt zien, er komt echt heel veel kleur vanaf. Ik kan niet echt heel goed swatchen zo hier op mijn hand, omdat mijn huid hier steeds zo meegaat. Maar je kunt wel in ieder geval de kleuren zien. Ja, nou lijkt het alsof dit paletje niet goed is, maar hij is echt heel goed. Kijk, de kleuren zijn echt heel erg fel. I really love this paletje. Ik vind deze echt super, super mooi. Dit soort paletjes zijn niet heel veel te vinden in een betaalbare variant. Dit soort kleuren, ja, zijn toch wat moeilijker te maken. Vandaar dat je dit soort kleuren vaak alleen maar vindt in de wat duurdere paletjes. Dus ik ben heel blij dat NYX deze heeft gemaakt. Ik vind hem echt ideaal. Dan heb ik hier de W7 Press to Impress Glitter Oogschaduwpaletjes. Je hebt er dus vier. Je hebt hier, deze heet All the Rage. Dan heb ik hier in Vogue. En hier heb ik Style Icon. Wat de F. Ik bedoel Style Icon. Deze paletjes zijn maar, even kijken, 5,10 euro. Deze zijn echt geweldig. Ik heb deze in Vogue paletje al gebruikt. Ik heb deze kleur gebruikt, deze kleur, deze kleur. Gebruik het wel met oogschaduwlijm. Want dit zijn pressed glitters in principe. Officieel gezien hoef je pressed glitters niet aan te brengen met lijm eronder. Ik doe dat wel omdat ik gewoon heb ervaren dat ze toch wel vallen. Dus gebruik gewoon een lijm hieronder en dan zijn deze echt geweldig. Als je ze er gewoon zo opdrukt, krijg je echt hele heftige looks hiermee. Als je mijn vorige W7 video hebt gezien, heb je ook gezien dat ik dus deze, de groene en de gouden kleur heb gebruikt. Mensen, als je zulke glitters zoekt, geweldig. Vooral als je een hele heftige look maakt met dan deze kleuren als basis en dan deze zo op je ooglid. Wauw, wauw, wauw. Ook met de feestdagen. Echt toppie. Deze zijn echt zo mooi. Ze brengen ook echt aan op je oog zoals je ze hier ziet in deze paletje. Kijk even hoe heftig dit is. Ja, deze kleuren kun je niet echt swatchen omdat het glitters zijn. Maar ik zal ze een beetje zo op mijn hand drukken. Dit is echt te mooi, mensen. Echt wauwie. Je kunt ze ook zo samen mengen zo. Ik ga nou hier echt een troepje maken. Kijk hoe mooi. Je kunt ook altijd meerdere kleuren mengen. Dat doen veel mensen niet. Maar dat is gewoon mogelijk. Zoals je hier kunt zien krijg je dan een hele aparte custom-made kleur.
Echt, deze zijn zo mooi. I really like it. Dus ik ga deze drie paletjes ook zeker aan. W7 is gewoon te kopen op w7cosmetica.nl. En ik heb ook een kortingscode, korting10. En dan heb je 10% korting. Dan heb ik hier een paletje. Echt, dit is volgens mij echt mijn meest beste betaalbare oogschaduwpalet. Als ik van al mijn betaalbare oogschaduwpaletjes eentje mocht houden, dan was het echt deze geweest. En dat is de Revolution in samenwerking met Sove Palette. Het tweede palet, de Extra Spice. Want ze heeft al een ander paletje als eerst uitgebracht. Maar die heb ik niet, deze heb ik wel. Dit paletje is zo geweldig, mensen. Niet te doen. Hij is ook maar 10 euro. Super, super betaalbaar. En hij is zo mooi. Revolutions paletjes zijn meestal rond die prijs, maar niet altijd zo goed. Ik heb toch opgemerkt dat dit paletje echt anders is dan de rest. Deze is echt een heel stuk beter. Hij is ook super mooi. Kijk even deze zilveren kleur. En dan gewoon deze meer rode kleur. Deze zijn echt wauwie. Ik heb er ook hier een paar op mijn hand geswatcht. Deze zijn zo mooi. Wat ik ook echt heel handig vind aan dit paletje is als je het door midden haalt. Dan heb je hier een beetje de meer warme, felle kleuren. Behalve dan deze. Deze is koud, want deze is zilver. Maar voor de rest is het een beetje warm. En dan heb je hier de meer cool tone kleuren. Dus je kunt echt super veel looks maken. Omdat ik dus zoveel make-up test en video's maak, kom ik er vaak niet aan toe om één paletje meerdere keren te gebruiken. Maar dit paletje heb ik echt al zeker 4 keer gebruikt of zo. En voor mij is dat heel veel. Want ik gebruik paletjes meestal maar 1 à 2 keer. Omdat er gewoon continu weer nieuwe komen. En ja, dan kom ik er gewoon niet echt aan toe. Maar dit paletje is echt één van de weinige die ik echt zo vaak heb gebruikt. Ik vind deze echt geweldig. Vooral voor de prijs. Echt wauw. Zelfs deze zwarte kleur is echt zo zwart. Ook dat zie je niet heel vaak. Kijk even op mijn hand. Mensen, als er één paletje is die ik jullie mag aanraden, is het echt deze. Wauw. Deze hebben ze echt heel goed gemaakt. Dan kom ik hier weer bij een heel mooi oogschaduwpaletje die ik ook al in een video heb getest en laten zien. En in die video was ik al heel enthousiast erover. En dat is de Etos Eyeshadow Palette. Ik heb de variant Warm Sunset. Deze is maar 5 of 6 euro. Mensen, ik was in shock. Omdat het Etos huismerk is, verwachtte ik er eigenlijk niet echt zo echt heel veel van. Maar toen ik deze opdeed, vooral deze kleur hier. Mensen, echt geweldig. Deze is zo mooi. Echt, I can't. Deze glanzende kleuren zijn ook echt prachtig. Kijk even. Dit verwacht je toch niet van gewoon een 6 euro Etos paletje. Echt, wauw. Deze is zo mooi. De andere kleuren heb ik niet getest. Dus ik weet niet of die goed zijn. Want het is niet dat als één paletje goed is, elk paletje goed is. Want af en toe is het toch echt verschil. Maar dit paletje, ik was echt in shock over hoe mooi deze is. Ik heb paletjes van 10 euro en meer die het slecht doen dan dit paletje van like 5 euro. Of tenminste, ik weet niet meer precies hoe duur die is. Maar deze is echt geweldig. Dus als je op zoek bent naar zo'n soort neutraal oogschaduwpaletje, super mooi. Ik had er toen een hele heftige look mee gemaakt. Omdat ik ook deze kleur had gebruikt in mijn hele arcadeboog. Maar over het algemeen is het toch wel een meer alledaags neutraal paletje. Vooral ook met kerst. Je kunt ook zo'n ooglook ermee maken als die ik nou op heb. Wauwie. Super, super mooi deze. Dan heb ik hier het meest dure paletje die ik hier heb liggen. Maar nogmaals, ook dit merk is in principe een budgetmerk. Ondanks dat dit paletje toch wel vrij duur is. En dat is het Milani Most Loved Matte paletje. Deze is echt super mooi. Je hebt hem ook in een glanzende variant. Die heb ik ook liggen daar in mijn la. Maar deze matte versie viel mij toch echt op. Omdat die gewoon zo goed werkt. Dit zijn hele nude kleurtjes. Hij is 25 euro. Dat vind ik best wel aan de dure kant voor een oogschaduwpaletje. Toch wel apart, want Milani is niet een duur merk. Hun foundations zijn like 12 euro of zo. Super goedkoop. Ik weet niet waarom deze paletjes dan zo duur uitvallen. Maar in ieder geval, ze zijn wel duurder, maar wel echt heel erg mooi. Deze zijn dus echt allemaal mat. En kijk hoe mooi ze swatchen. Matte oogschaduwkleurtjes swatchen niet altijd het beste. Maar kijk hoe mooi deze swatchen zelfs. Gewoon op een swatch zijn ze mooi. Ik heb hier ook een look meegemaakt die op mijn Instagram staat. Echt mensen, ik was echt impressed. En ik had toen ook echt veel kleuren gebruikt. Zelfs deze licht roze kleur, die je normaal niet echt heel goed kunt zien, kun je zelfs in dit paletje echt gewoon mooi zien op je oog. Echt, ik vind dit echt. Ik vind hem zeker een 25 euro waard. Vooral als je niet echt houdt van glitter en heftig. En gewoon op zoek bent naar een goed paletje voor alledaags. Gewoon een mat paletje. Hiermee kun je echt gewoon elke dag een leuke look maken. Je kunt ook gewoon de rijen aanhouden om een look te maken. Want met elke rij kun je echt één hele look maken.
dat heb ik er by the way gewoon van gemaakt. Want als ik er zo naar kijk, vind ik dat wel kunnen. Echt wowie. Je kunt gewoon gaan voor een meer warme look, een meer paarse look of een meer cool tone look. I really love it. Echt super mooi paletje. Ondanks dat hij toch iets duurder uitvalt. Dan heb ik hier waarschijnlijk het beste oogschaduwpaletje van de hele W7 Cosmetica collectie. En dat is de On The Rocks palette. Dit paletje is echt bij verre van de beste van al hun oogschaduwpaletjes. Ik heb deze ook vaker gebruikt. Iets van 3 keer of 2 keer of zo. Ik denk 3 keer. Dit paletje is maar 8 euro. Al hun oogschaduwpaletjes die er zo uitzien zijn allemaal rond de 8 euro. Dit paletje is zo mooi. Vooral deze aparte kleuren. Dit zijn toch wel kleuren die eigenlijk wat moeilijker zijn om te maken. Maar toch zijn ze allemaal echt heel mooi. Kijk hoe mooi ze swatchen ook. De enige glanzende is die. Die andere twee zijn mat. Echt, deze kleuren zijn super mooi. Het is ook echt een totale dupe van dat ene Anastasia paletje. Die kennelijk super slecht was. Ik heb die nog nooit getest, maar ik heb de reviews gezien en die waren niet zo goed. Ik vind dit paletje wel echt heel erg mooi. Dus als je nog dit soort kleuren zoekt, vind je dit paletje echt geweldig. Er zijn, even kijken, 2 glitterkleuren en de rest is gewoon allemaal mat. En het is ook een beetje apart. Het is heel mooi voor de herfst. Bijvoorbeeld met de trui die ik nou aan heb en de lipkleur zou dit paletje ook super mooi zijn als ooglook. Ik hou van dit paletje. Ik gebruik hem zo vaak. Echt, ik kan hier echt geen genoeg van krijgen. Ook in de W7 video waarin ik dus deze had getest, heb ik ook dit paletje gebruikt. Dus echt gewoon super goed paletje. Nou, en dan het laatste paletje is ook een Revolution paletje. Ook in samenwerking met een influencer. Maar deze keer met Tammy. Dit paletje lijkt echt heel veel op die van Sof. En ze zijn ook volgens mij even duur. Allebei 10 of 11 euro. En dit zijn ook echt prachtige kleuren en ze blenden ook echt heel mooi. Dit zijn een beetje Caribische, tropische kleuren. Echt deze geel, mensen, I can't. Kijk hoe mooi die geel is. Echt, deze kleuren zijn zo mooi. I can't get over it. En ze blenden ook super mooi. Ik zal ook even een matte swatch op mijn hand. Kijk hoe heftig. En dit zijn ook weer matte kleuren, dus ook die swatch niet altijd het beste. En deze swatch gewoon heel mooi. Deze is wel glanzend, deze twee zijn glans, die twee mat. Als je hem vergelijkt met het Sof paletje, er zitten echt verschillen in. Hij lijkt ook wel een beetje op elkaar, ook een beetje die oranje kleuren, groen en zwart. Maar er zit wel degelijk een verschil in, plus je hebt meer kleuren, dat ook nog. Dit paletje is super super mooi, deze twee ook. Deze twee zijn echt de winnaars, ik zweer het, deze zijn zo mooi. Revolution heeft heel veel samenwerking met influencers, ik heb die paletjes ook. Maar ik vind deze twee echt veruit de twee beste. Voor een wat donkerdere huid vind ik ook dit paletje van Tammy beter. Maar hij is echt wowie. Als je heel veel looks wilt zien met dit paletje, ga dan ook even naar Tammy haar Instagram. Want daar heeft zij echt heel veel looks hiermee gemaakt. En hij is echt gewoon super mooi. Je hebt ook hier transitiekleuren, ook heel erg handig. Ook een lichte matte kleur. Dus echt, je kunt hiermee zoveel looks maken. Ik vind dat altijd echt een must. Ik wil echt dat in dit soort paletjes waar echt heel veel kleuren in zitten, dat de kleuren ook gewoon echt met elkaar samen gaan. En ik ook echt meerdere looks kan maken met één paletje. En dat kan met dit paletje zeker. Het zijn niet gewoon van die random kleuren samengevoegd. Nou mensen, dit was het dan. Dit zijn een aantal van mijn betaalbare oogschaduwpaletjes die ik gewoon echt super super goed vind. Ik heb ze allemaal vaker gebruikt en I really love them. Dus vandaar dat ik ze zeker aanraad. Laat het me ook weten als je zo'n soort video wilt zien met wat duurdere paletjes. Of als je zo'n soort video wilt zien met paletjes die ik slecht vind. Want dat kan ik ook zeker doen. Want al mijn slechte make-up ligt daarachter. Dus die kan ik ook zeker laten zien aan jullie. Nou, vond je de video leuk? Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En zoals gewoonlijk zal ik dan weer hier 2 video's neerzetten die je kunt gaan kijken hierna. En je kunt ook hier op mijn hoofd klikken om te abonneren. Want zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's in de week. Elke woensdag en zondag om 1 uur. Dan zie ik jullie weer snel bij de volgende video. Doeg!